Het asbestprobleem is groot. Meer dan 76% van de beroepsziekte in Europa is gerelateerd aan asbest. Dat is een ongelooflijk hoog getal. Materialen zoals dakplaten, die bevatten 90% van waardevolle grondstoffen, 10% asbest. En dat gaat allemaal onder de grond. Met ons proces hoeft dat niet meer. De asbestvezel lost op. En de waardevolle grondstoffen kunnen terug naar de industrie. En die gaan zero carbon terug naar de industrie. De Europese Commissie heeft aangegeven dat het industriebeleid van Europa meer gericht moet zijn op circulariteit, op energiezuinigheid. En ook meer gericht op de keten met elkaar in Europa sluiten. De producten weer hergebruiken op je eigen locatie. Dus dat we meer naar made in Europe gaan. Dat beleid vertaalt zich ook in de subsidiemogelijkheden voor bedrijven. En daar maken bedrijven zoals hier, als Beter, maken daar ook gebruik van. Waar zijn we? Ja, we zijn hier bij de pilotplant van Asbeter. Asbeter heeft twee processen ontwikkeld om asbest af te breken. Waarvan het meest recente proces, AC Minerals, een grote doorbraak gaat betekenen om asbestcement veilig te kunnen verwerken. De asbestvezel valt helemaal uit elkaar en het cement wat overblijft kan opnieuw worden gebruikt. Dus een veilig en circulair proces. Als je stiekem naar beneden kijkt, dan zie je daar het eindproduct staan. In jerrycans en in emmers. Ja. Want het eindproduct is een calciumsilicaatslurry die getest wordt door verschillende industrieën. Dit is ons eindproduct. We zijn begonnen met asbestcement dakplaten en die hebben we nu chemisch omgezet naar een veilig eindproduct. Ja, dat is zeker veilig, want er zit geen asbest meer in. Wat ligt hier nou? Ja, wat je hier ziet is testmateriaal uit de voorbehandeling. Want die grote dakplaten, die willen wij zo veilig mogelijk binnenkrijgen. Dus we zien hier de verschillende stadia van testen bij de leverancier. En dan zie je wat doet een eerste steller. Dus dat moet worden afgescheiden en dan gaat het naar een volgende steller. Zo worden de stukjes steeds kleiner. En waar gaat dit dan uiteindelijk weer naartoe? Uiteindelijk wordt dit een silicaatslurry als toeslagstof voor of de cementindustrie of de verfindustrie. En misschien zelfs wel voor katalyse. En zo heb je de hele keten circulair. Ja. Het begint natuurlijk lokaal met bedrijven die hier de ontwikkelingen doen en ook lokale grondstoffen bij elkaar halen. Maar dat is natuurlijk in dit geval alleen maar mogelijk als we ook echt Europese gelden hebben en Europees beleid om die slag te maken naar die transitie voor de industrie. Ik denk eerlijk gezegd dat zonder Europese subsidie wij het niet hadden aangedurfd om dit bedrijf te beginnen. Dan was het gebleven bij een goed idee. Maar dan was het nooit werkelijkheid geworden. Wat het mooie is dat dit soort voorbeelden ook weer meegenomen worden als voorbeelden. Om te laten zien wat je met de Europese gelden allemaal kan bereiken. Maar ook om te zorgen dat ook Europa geïnspireerd wordt door dit soort lokale mooie start-ups.